Je denkt aan eten. Het is er niet. Je denkt opnieuw aan eten. Je bent niet van de ene dag op de andere heb je honger. Het is een soort weegevoel dat de hele dag is. Het gaat ook niet weg. Het is al dag en nacht. Tienduizenden hongerkinderen worden op transport gezet naar de noordelijke provincies. Een lange reis vol onzekerheden, vaak met onbekende bestemming. Het is allemaal één groot vraagteken. Waar ga ik naartoe? En hoe gaat het met die oorlog? En zijn ze misschien dood? Ja, zulke gedachten heb je dan. Wat gebeurt er met ons? Daar hebben ze ons weggebracht naar een bus. Een hele oude, gammele bus. En in die bus zaten dus een aantal hongerende Haagse bleekneusjes, zoals wij. Maar ook een aantal Joodse kinderen. En die werden achterin de bus onder de bagage verstopt. En een paar jongens die onderdoken. Ik dacht 4 of 5 dagen hebben we in die boot gelegen. Want het was te gevaarlijk om het IJsselmeer over te steken. Want er werd geschoten op alles wat bewoog. En bovendien, er lagen allerlei ijsschotsen. Dus dat was erg riskant. En dan hadden we zo'n keertje dat je een beetje frisse lucht kreeg. Maar voor de rest zag je niet. Je zag daar aan de wand zeg maar een lampje hangen. Met stenen. Ja, je kon af en toe even een paar treetjes op en door een luik kijken. Dan komen de huilbuien. Heimwee en angst. En waar is mijn moeder? En waar zit mijn vader? En waar ga ik naartoe? Allemaal onzekerheden en die grijpen je bij de keel. Het schip waar ik in zat, dat is behouden aangekomen op Urk. En eindelijk, ja. Aankomen in Leeuwarden in een vreemde stad. En daar werden we verdeeld over de pleeggezinnen. Het tweede huis aan die kant. Tweede huis rechts. Het beste, jongen. Daar kwam ik bij een keukenraam. En achter het keukenraam zag ik een vrouw. Zo mooi. Zo dik. Als ik van mijn leven nog niet gezien had. Ze zag mij en ze holde naar de keukendeur toe. Ze heeft me naar binnen gehaald. Nou, jij zou wel wat eten willen. Nou, dat wou ik wel. Er ging spek in de pan, een kluit boter, 3 eieren. Ben ik ziek geweest. En toen hebben ze me als een baby echt waar op moeten voeden. Elke keer een stukje brood of een beetje melk of wat dan ook. Maar allemaal hele kleine porties. Doordat ik weer op niveau was. En ik kwam bij de familie Kuipers. Ik werd daar 's middags afgeleverd bij het middagmaal, was op zondag. En die mensen aten, dat is grappig, die aten vooraf pap, dan soep, hoofdgerecht en pudding toe. Ook pap, want ze aten altijd pap. Maar op zondag aten ze de pap vooraf, want dan hadden we dat gehad en dan kon je beginnen aan het zondagse feestmaal. Maar de eerste dagen toen ik er was, dan kwamen alle buren kwamen kijken hoe mager ik was. ik moet er wel heel erg uitgezien hebben. Ja. Eenmaal hersteld, want dat gaat wel heel vlug uit die hongerperiode. Voor alles ook nog wat vreet je op. Maar ik heb het best hard gehad in die de eerste tijd. Ik sprak ook geen Fries. Dus je verstond ze niet. En ze zeiden dus allerlei rare dingen. Ze lachten je uit, hoe je eruit zag, hoe je praatte, hoe je gekleed was. Dus ze hebben me heel snel ook gewoon in boerenkleren gezet. Met andere schoenen, klompen, een boerentrui. En ik heb binnen de kortste keren Fries geleerd. En noemde mij ook Pauke Vlietstra, omdat ik er zo graag bij wou horen. Dan ben je een grauwe suppel. Je bent een grote ui. Boeterbreer en greener zies. Waar dit net sissen kan, is gaan op jucht te vries.
de volwassenen in de stad waren het bezorgde schimmen bezig met overleven. En daar in Marum was het vriendelijkheid en behulpzaamheid en nieuwsgierigheid. Dat was toch wel een wereld van verschil. Toen Jansen juist naar bed wou gaan, toen hief die kat een solo aan. Fideralala, fideralala, fideralala. Het leven ging gewoon door. En ik werd wegwijs gemaakt in de manier van leven van een jongetje op het boerenfriesland. Maar mijn ouders wisten ook niet waar ik zat. Ja, in Heerenveen, bij pleegouders. Maar wie en wat, dat wisten ze niet. Wij maken het hier uitstekend. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Wat een akelig eten, die tulpenbollen, hè? Hier wordt verteld dat er in Amsterdam 1700 doden liggen te wachten op hun begrafenis. Allemaal van ondervoeding en honger. Ik hoop dat dat in Den Haag niet zo is. Dit is gedateerd door mijn vader op 23 mei 1945. Maak het best, voedselvoorziening beter. Kom per fiets zodra reizen vrij. Pakje in dank ontvangen, best gesmaakt. Brieven onderweg, spoedig weerzien. Groeten allemaal. Vader. Wat vooraf ging aan de bevrijding waren de geruchten. Ze komen eraan. En dat duurde al maanden. Hè? Ze komen, de Canadezen. Dan is de bevrijding daar en ja, dan is iedereen blij. Maar je weet ook nog niet wanneer je in huis wordt. Ik zie nog die verzadigde hoofden van al die kerels van... Nou, dit is tenminste weer een sigaret. Dat heb ik ook gerookt. En chocola en kauwgom. Wat is dit, zeg je? Oh, wat ongelooflijk met zo'n wit zilver papiertje en die lange... strookjes kauwgom, Wrigley. Toen zijn we binnen een dag over de afsluitdijk per militaire vrachtwagen naar Den Haag gebracht. Als er nu zoiets zou gebeuren, wie zou dat dan moeten doen? Wie zou er dan in staat zijn om zo'n beweging door heel Nederland aan het werk te krijgen, dat ze binnen een paar weken eigenlijk... Zo'n organisatie op touw hebben die zulke prestaties ook levert. Samenhorigheidsgevoel. Wat je eigenlijk nooit meer terugvindt na de oorlog. Mensen waren zo close. Ja. Geweldige prestaties. Ja. Ik ben natuurlijk wel... In die oorlog ben ik wel snel volwassen geworden. En denk vele kinderen met mij uit die tijd... We hebben intussen 67 jaar vrede. Vrede lijkt zo normaal dat we vergeten dat je voor vrede je behoorlijk moet inspannen.